afval. Het nieuwe zwerf. Nieuwe afval. Ja.
dinsdag. Dit is een heel mooi gezicht, hè? Die kruis en daar dan de trucker van die kant. Die zijn hangen er bovenop. Dus het is een heel groot gezicht. Zit hier wel heel dicht te tegenaan. Ja, die tak die komt helemaal over de trucker. Oh ja, nou zie ik het pas, ja. Ja. Het is een heel mooi gezicht. Het is twee verschillende kleuren. Maar mooi gedaan. Mooi pad. Hans, hard gewerkt, hè? Ja, maar de spannende, ja. Dit is helemaal. Nog één. Maar je ziet al dat jullie heel veel van die bramen hebben weggehaald. Ook stukjes geprobeerd te bramen. We hebben heel veel bramen al weggehaald. Ja. Maar er staat nog heel veel bramen ook. Dat was wel even een explosie dit jaar eigenlijk. Ja. Een explosie. Want ik weet nog vorig jaar dat we... dat die moeraspirea zo zagen. Maar die komt hier en daar wel een beetje bovenuit. Maar ja, die krijgt nu niet zoveel kans. Dus we moeten hem af en toe toch ook tot de... Vrijmaken. Ja. Maar ja. Die blijft toch wel tot dit laatste stukje nu? Ik vind op zich is het een heel mooi stuk. En het is ook wintergroen, hè? Dat vind ik het mooie van bramen ook. Die blijven heel lang groen. Ja. Maar ik vind het wel minder spannend om hier te lopen. Ja, dat zei ik al steeds tegen Bert. Hanneke die gaat dat struinen missen. Ja, dat struinen. Maar Hanneke, hij groeit toch weer wat dicht. Dus je moet hem toch elke keer opnieuw doen. Ja. Maar ik denk dat het wel in de variëteit uiteindelijk ook iets gaat opleveren. Je ziet wel meer nu eigenlijk. Je brengt een bepaalde structuur in die toch variatie gaat brengen. We hebben dit stukje dus ook nog weer gedaan. Dat zie je dus ook al, dat het alweer zo in 3 dagen. Ja, toch weer heel groen. Het schiet er nog steeds uit. Ja. Ja. Regen, zonneschijn, dat wil ik wel, hè. Maar Hans, weet jij dat nog? Ik zei tegen Bert, volgens mij had hij dit stuk nog niet gedaan en het stukje even verderop wel. Ja. Of niet? Sorry, ik weet... Ik dacht dat Bert dit 2 keer had gedaan. Dus de vorige keer... Oh, maar van mij was het toch nog net iets verderop, hè? Dat zou kunnen, ja. Ja, ik denk niet dat het hetzelfde was, maar... Ja. Maar ik vind dat idee om gewoon vlekken af en toe te maaien. Echt vlekken. Ja. Misschien moeten het zelfs meer vlekken nog zijn dan stukken talud. Ja, precies. Echt van die vlekken. Ja. Ja. Want aan de overkant is het echt zo'n gat. Ja. En op het moment dat je een vlek maakt, dan is die, is die meer opgenomen. Nou, dan kun je dat ook mooi zien, hoe het uitpakt. Als je dit doet, of toch misschien weer op een andere manier. Maar ik vind het hierboven wel een beetje saai. Aan verscheidenheid, hè? Ja, dat komt moet nog komen natuurlijk. Je maar komt het is nog gewoon niet zoveel tegen. Het is zo echt open. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ga een beetje ongemerkt lopen, zo van, minder geïnteresseerd. Niet iets op te letten op die stappen. Thank you.
beetje. En wel, ja. Hier zie je dus het verschil tussen vorstjes en hier.
liggen van de ramen hoor. Maar, en nu zal hand over hand zien.
ik heb wel koffie bij me. Maar... ja. Zo ging dat. Deze gaat ook. Deze kant gaat het ook weer. Gewoon. Sorry? Ik heb sowieso problemen. Ja? Oh.